deze nieuwe aflevering over Eftelingse School. Met vandaag weer de Eftelingse School. En we gaan meteen beginnen met lesuur 1 en dat is Tim en de 7 feitjes. En ja, we gaan naar feitje nummer 1. Feitje nummer 1. Wist je dat bij de gondoletta in eerste instantie, of eigenlijk nog steeds wel, plannen zijn voor een overkapping? Zodat mensen niet de hele tijd in de zon staan, want op warme zomerdagen kan het daar best wel eens benauwd worden. En met een kap zou dat al een heel stuk minder zijn. Ook denk ik dat het een stuk sfeervoller wordt. En misschien kunnen ze daar dan ook wel die overkapping combineren met een themagebiedje, net als de wereld van Sintbad. Feitje nummer 2. Wist je dat er in eerste instantie bij de halve maan 2 extra huisjes kwamen? Aan de zijkanten van de achterkant, het decor zeg maar, waar je ook staat te wachten. Daar zouden eerst 2 grote huizen aan de zijkanten bij komen. Het zag er op de ontwerpen wel sfeervol uit. Alleen ik denk dat die huizen te groot waren voor de huisjes die er nu staan. Dus ik ben op zich wel blij dat die er uiteindelijk niet zijn gekomen. Aan de andere kant leek het me ook wel gaaf. Dus ja, dat. Feitje nummer 3. Wist je dat er in het volk van Laaf 52 laven zijn? Dat zijn dus echt wel heel veel laven en ik heb ze nog niet allemaal geteld. Misschien kan ik dat als de Efteling weer open is een keer in een video doen. Lijkt me op zich best leuk om te kijken waar ze dan precies zit en zo. En ja, dat geeft dus eigenlijk ook wel weer een leuk idee. Feitje nummer 4. Wist je dat de topsnelheid van Carnaval Festival 1,4 km per uur is? Dus het is niet heel snel, maar ja, het is ook niet een hele lange layout en zo. En je wilt toch wel tijd hebben om te kijken naar al het mooie papier-mâché in de attractie. Maar in ieder geval, ja, ik vind het gewoon hartstikke mooi. Je ziet niet dat sommige poppen van papier-mâché zijn gemaakt. Maar ja, het is gewoon echt een leuke attractie. Ik wist niet dat er zoveel... Zo, dat het zo snel ging. Feitje nummer 5. Wist je dat er in Carnaval Festival 118 gondels zijn? Dus in de hele layout zitten 118 gondels. Dat zijn dus heel veel mensen die tegelijkertijd kunnen gaan zitten in de attractie. En ik vind dat best wel fascinerend dat ze zoveel gondels hebben voor een attractie. Feitje nummer 6. En dat is, wist je dat Polkenmarina 700 mensen per uur kon vervoeren? Dat zijn dus niet heel veel mensen, dus eigenlijk best een lage capaciteit en ook wel opvallend. Want je zou zeggen dat daar meer mensen per uur in kunnen, maar het was dus best een lage capaciteit. En nu hebben we een mooi nest ervoor terug. En dan last best, en dat is feitje nummer 7. Wist je dat Polkamarina van Vekoma was? Officieel gezien is het zelfs een achtbaan. Nou ja, niet helemaal. Het heeft een achtbaan trek, waardoor het dus als een achtbaan gezien zou kunnen worden. Er zitten allerlei speelse elementen in. Maar het is dus van Vekoma. Welkom bij lesuur 2. En dat is interactie met de attractie. Met vandaag in de hoofdrol Vogelrok. En wat is er nou zo speciaal aan Vogelrok? En wat is de attractie nou? Nou, de attractie is eigenlijk best wel heel veelzijdig. Je begint namelijk bij een mooie grote vogel. Daar ga je onderdoor, onder zijn poten. En dan kom je eigenlijk in een klein tuintje. En de waterval en een groot schedel van zo'n vogel. Dan kom je eigenlijk onder het... Dan ga je naar binnen in de ruimte. En daar kom je eigenlijk onder het skelet van Vogelrok. En daar ga je dus eigenlijk al wachten soms. En als je die wachtrijruimte uit bent... Je kunt trouwens daar ook naar de zijkant kijken. En dan zie je de mensen uit de attractie gaan. Dus dat is wel heel gaaf. Die lopen onder de andere kant van het skelet. En daar kun je dus ook normaal gezien de foto kopen. De laatste tijd is die af en toe open, af en toe dicht. Ik weet het niet precies. Maar in ieder geval dan kom je in wachtruimte 2. En die is eigenlijk vrij simpel... maar je ziet daar wel een mooi vogelei bovenin staan. En ja, die is waarschijnlijk van Rok. Dan ga je linksaf een trap op. En dan kom je in de stationshal van Vogelrok. En dat is niet heel bijzonder. Ja, mooie patronen en zo. Wel leuke muziek, moet ik zeggen. Ik vind dat echt wel gave muziek die ze daar hebben. Maar voor de rest is dat niet echt heel bijzonder. Je gaat een paar keer zigzaggen. En dan ga je in het karretje. En dat is wel bijzonder aan deze baan. Hij kan namelijk 3 karretjes per keer op de baan zeg maar hebben. Dus 2 in het stationsgebouw bij wijze van spreken en 1 in de baan.
Klopt eigenlijk niet helemaal, want er kan er ook eentje in de optakeling en eentje nog net in de baan, dat ligt er aan. Maar in ieder geval, ze kunnen daar met 3 treinen rijden. En dan ga je eigenlijk, stap je dus in en ga je de attractie in. En dan zie je een mooi vogelei. En dan kom je eigenlijk direct in de optakeling. En ik weet nog wel van vroeger dat ik best wel bang was voor vogelrok, omdat ik bang was dat het altijd eng was. Maar eigenlijk is het niet zo heel eng. Of eigenlijk is het gewoon niet echt eng. Vroeger schrok ik wel altijd van de slang. Maar we gaan nu eventjes verder. Dan ga je de optakeling in met lasers en zo. En dan zie je allemaal sterretjes. En ja, dan zit je eigenlijk al boven in de punt. En dan ga je met het karretje naar beneden. En ja, dat is ook echt wel leuk. Want je voelt dan echt dat je in het karretje gedrukt wordt. En goed, dan maak je een paar cirkels en helixen. Dat is eigenlijk precies hetzelfde, maar dat maakt niet heel veel uit. En dan kom je eigenlijk door een grote slang. Je ziet ondertussen trouwens nog wel wat vogels en zo. En dat ziet er allemaal wel leuk uit. Maar dan kom je in een slang. Dan zit je eigenlijk in de remmen. Zit je met een groene laser naar je toe. En dan ga je eigenlijk nog best wel wat bochten door en zo. En dan ga je door het mooiste gedeelte, vind ik, van de rit. En dat is al die sterretjes en al die lichtjes om je heen. Want dat is eigenlijk het einde. En ja, dan ben je in de remmen. En dan ben je eigenlijk alweer terug bij de attractie. Nou, de uitgang heb ik eigenlijk al uitgelegd. Je gaat gewoon een paar gangen, kom je onder het skelet van Vogelrok. En ja, dan ben je weer in de wereld van Sindbad terug. En dan gaan we door naar lesuur 3 en dat is historie in de Efteling. Met vandaag in de hoofdgedachte vakantiepark / hotel, dus resort eigenlijk. En daar heeft de Efteling best wel wat ervaring in. Want het begon al echt heel vroeg, toen met het Kraanven. En dat was echt een vakantiepark van de Efteling. Tegenwoordig bestaat het nog wel, maar wordt het niet, ja, is het gewoon een normaal vakantiepark eigenlijk. Maar vroeger was dat dus van de Efteling en daar kon je dan verblijven. Het was eigenlijk een vrij simpel vakantiepark, gewone huisjes. Volgens mij wel met zwembad, dat weet ik eigenlijk niet, maar volgens mij wel. En ja, gewoon echt simpel zoals je het in die tijd zag. Toen hebben ze plannen gemaakt voor echt een resort. Nou ja, nee, eerst kwam het Efteling Hotel, sorry. En ja, dat is eigenlijk gewoon wat we nu nog steeds kennen. Dus gewoon themasuites, maar ook normale suites. Eigenlijk echt een best wel bijzonder hotel vanwege die themasuites dus. En dan kun je eten, geen zwembad helaas, wel speelruimte, entertainment. Dus ja, dat is eigenlijk best wel een heel veelzijdig hotel. Er is ook een aparte ingang voor, die zit bij het Kleuterhof, ja dat zeg ik goed. En dat is dus in de buurt van Panorama Restaurant. En ja, daar kun je dus eigenlijk als Efteling hotelgast in. Maar toen hebben ze nog plannen gekregen voor Droomrijk. Dat is echt een reusachtig vakantiepark. Is helaas niet doorgegaan, maar uiteindelijk kwam daar wel Bosrijk in uit. En het Bosrijk, ja, dat is echt wel een mooi vakantiepark. Ook veel thematisatie, zo wat ik voor foto's heb gezien en dat soort dingen. En ja, dat lijkt me echt wel nog een gaaf vakantiepark om te overnachten. En ja, dat is in 2009 geopend. En ja, dat is gewoon echt een heel mooi vakantiepark met appartementen. Maar ook hotelkamers, weet ik eigenlijk niet. Volgens mij zijn het vooral appartementen en dus heel veel vakantiehuisjes. Echt heel veel, dus er is heel veel ruimte. En ja, het wordt nog steeds af en toe uitgebreid met huisjes. Dan kwam Loonse Land, ongeveer 30 miljoen euro heeft dat gekost. Daar ben ik wel ooit blij wezen slapen. En dat is ook al echt een heel mooi vakantiepark. Maar gaat wel weer iets meer richting een standaard vakantiepark. Maar daar is het veel meer gericht op natuur. En ja, dat is eigenlijk ook wel heel gaaf. Maar je merkt, het heeft niet echt heel veel meer te maken met de Efteling. Het is echt wel een beetje apart vakantiepark. Maar wel super mooi vakantiepark. Veel natuur. En ja, veel speelmogelijkheden en dat soort dingen. En ja, nu gaan we eigenlijk een beetje door naar de toekomst. En de toekomst is ook wel heel mooi. En ja, dat is dat er een nieuw hotel komt. Dus wat ik al in eerdere video's heb aangegeven. Op het Dwarrelplein. En ja, dan worden de grenzen van de Efteling wat verlegd. En ja, dat lijkt me wel echt een heel mooi hotel. Er moeten nog wel aankondigingen van komen, maar die komen waarschijnlijk heel snel. En ja, dat was historie in de Efteling voor vandaag.
En dan gaan we door naar lesuur 4. En dat is Knutsel de Frutsel met vandaag een mooi Efteling doeboek. Ik heb hem zelf. En daar kun je allerlei puzzeltjes in doen en tekeningen. Het is echt door de Efteling gemaakt. En het is echt een heel leuk boek om te doen. Er zitten kleurplaten in, want ik al zei spelletjes. Ook gezelschapsspelletjes, volgens mij. Weet ik eigenlijk niet helemaal zeker, volgens mij wel. Maar in ieder geval, ja, dat is echt een mooi boek. Volgens mij voor 6 euro ongeveer te koop in de Efteling. Dus dat is ook niet al te duur. En ik zou zeggen, ja, koop hem zeker een keer. Want als je een middagje wil vermaken, is dat prima. Ik ben er zelf wel iets te oud voor. maar ik heb hem een paar jaar geleden gekocht en hij ligt nog ergens in mijn kast. En het is echt een heel leuk boek. En dan gaan we naar de afsluiting van deze video. Goed, dat was Eftelingse School voor deze week. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer video's en meer Eftelingse School. En dan wil ik jullie super bedanken voor het kijken naar deze video. En tot volgende week. Doei doei!